Het is weer eens tijd om haatreacties te bekijken. De vorige keer vonden jullie het allemaal fucking leuk. Ik heb fucking gezegd, dus het kan een haatreactie voorkomen. Maar jullie hebben 1000 reacties achtergelaten. En ik dacht, oké, ik ga een tweede deel hiervan maken. Dus like sowieso de video en abonneer op mijn YouTube kanaal. Want de vorige keer hadden wij de woordjes kanker, sukkel en debiel opgezocht. Ik had jullie daar thuis gevraagd wat voor woorden ik deze keer zou moeten opzoeken. En jullie hebben inderdaad een paar suggesties achtergelaten. Zoek op kut, zielig muziekje. Mag nu beginnen. Flikker op met die kutstemmen. Wat een kutstem, man. Man, doe eens normaal. Jezus Christus. Wat heeft Jezus Christus hiermee te maken? Kutvideo. Kutmens. Dat accent is wel een beetje kut soms. Tolgan is een kutturk. Of Marokkaan. Ja, ik ben Turks, hè. Ik ben kutturk. Kut Tolgan, mijn broertje uitschelden, mogol. Kutturk. Fucking Max. Echt verwende kutkids. Ik wil echt een kutactie van hun. Wat kutstem heb je? Wat kutlied. AIDS. Ik ga wegklikken voordat ik AIDS krijg. Dat is toch ontvoerd? Huh? Je bent echt... AIDS. AIDS. AIDS hoofd heeft die kind. Ik heb geen AIDS. AIDS heeft mij. Fuck. Je Mike heeft echt AIDS. Dan ruis. Mogol. Kankeromo. Je bent echt zielig. Zielig. Die prank die Job bij jou heeft uitgehaald is cool. Je hebt hem zo kanker vaak geprankt. Hij pakt jou één keer terug en dan reageer je zo met AIDS gezicht. Jij bent zielig. Dat was toch fake. Hamster AIDS. AIDS network. Woesjoem. Tolkan als woesjoem. Woesjoem. Oh, oké. Meer zijn niet reactie van woesjoem. Kehbe. Ik schrok kehbe. Iedereen schrok kehbe. Hé, wat ga je zo reageren, domme? Kom dan bij me en pas op, hè. Ik heb op die leger gezeten. Ja, een 6-jarig kindje in leger gezeten. Het is een grap, Penny 6. Weet je wat? Ik wil een keer iets leuks opzoeken. Ik hou van je. Ik hoop dat iemand ooit deze reactie heeft geplaatst, want anders kom ik heel zielig over. Ik hou van je, Tolkan. Ik hou van je. Ik wil... Ik hou van je. Je hebt gewoon toestemming om op knal. Oké, ik moest dat al... Je wou gewoon dat zeggen puur omdat ik dat zou beoordelen. Oké, meer zijn er niet. Ik haal mijn leven. Jongens, zet allemaal onder de reacties als jullie van me houden. Dan ga ik heel blij zijn. Nee jongens, maar bedankt voor het kijken in deze video. Like sowieso, abonneer op mijn YouTube kanaal. Het was weer eens even een avontuur, ik weet het. Lon, zie ik jullie weer ooit.